Dank u wel. U mag plaatsnemen. Goed. Het is altijd, voordat we dit alles starten, wil ik dit wel als afspraak aan ieder hier aanwezig doorgeven. Dit is een plechtigheid, de 43ste, nooit als aangevoud. We snappen de situatie in het land en we beggen alasma. Zeg, kom erbij, ik sympathisant. Tak jana een moment, ge lobby. Jana een setting voor putte inspiratie. Jana een setting waar we het verstand gebruiken. Dus if, want to man de ja en de man faya, sabitaki, a faya for you uno apfano luja. De NDP is een gedisciplineerde organisatie. Ogen zijn op ons gericht. Waar anderen denken in termen van tunnels, zijn we hier om het fakkel aan te steken en licht en verlichting te brengen voor onze natie. Hebben we afspraak? Yeah. Geef jezelf een applaus. Jana Sosolobi. Goed, mag ik broeder Stoart vragen om het woord te brengen op deze 43ste editie? Broeder Stoart. Onze hulp is in de naam van des Vaders, de Zoon en de Heilige Geest. Genade en vrede zij u, van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, in gemeenschap met de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Broers en zusters, zo begin ik het hedenavond. Omdat wij allen Surinamers zijn. En als wij Surinamers zijn, dan is mijn oproep hedenavond, zoals het altijd van deze plek is uitgegaan, Seranamang, en het is als gezegd, het is al gezegd, Wina Lobby. Maar het is een maar, er is een maar erachter, maar ik kom zo terug op die maar. Hou ik u voor de dagwoorden van vandaag. Omdat wij niet moeten vergeten. Na 43 jaren, bijna. Dat wij niet door onszelf. En zeker ook niet de leider van de revolutie. Niet voor zichzelf. Maar in zich wijsheid. En liefde op de eerste plaats voor land en volk, dan staan wij hier. Eén ding is nodig tot ons heil, te verblijven in de Heer. En daarom hou ik u voor de dagwoorden van vandaag, vrijdag 24 februari 2023. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. Ik herhaal het u. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. En het leerwoord, hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Christus is het ja. Daarom is ook door hem het amen tot eer van God. Hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Christus is het ja. Daarom is ook door hem het amen tot eer van God en het bijbehorend lied. Ja, amen, Vader, ja, gij slaat ons melzen gaan. Gij zult ons niet beschamen, het woord van u gena. Blijf Vader eeuwig ja, in Christus ja en amen. Geliefden, zusters en broeders. Laten wij deze avond op weg naar 43 jaar revolutie. Eigenlijk het land brengen in gemeenschap met het licht van Christus.
En ik leg de nadruk op. Laten wij uiteindelijk begrijpen en beseffen dat dit eigenlijk niet de wil is van onze schepper. Heden ten dagen mogen wij veronderstellen dat er bijna geen respect meer is voor het leven. We zijn allemaal Surinamers. Maar dan haast ik mij te vragen, is dat werkelijk zo? Als wij elke keer staan om te zeggen, Minatjinsranang, dan wil ik u alle vragen vanaf morgen een pen te pakken en eigenlijk na te gaan wat om de nadruk erop te leggen. Want if we not true Tjinsranang, dan denk ik dat wij anders moeten denken. Het leven ligt niet bij ons. Vandaag aan de dag op weg naar 43 jaar revolutie, lieve vrienden. Ik zeg lieve vrienden. Maar zijn we lief voor elkaar? Proberen wij te leven, te streven naar de wil des Heren. Het eerste wat mij van het hart moet is, de oproep eigenlijk is een oproep om beter van elkaar te gaan houden. Maar meer dan ooit, want het wordt gezegd, maar het wordt niet gedaan. Vergevingsgezindheid. Dat is de sleutel van ons leven. No taki omdat in takking. No doe omdat in dwing. Maar doe het omdat je een kind van dit land bent. Maar doe niet alsof je een kind van dit land bent. Terwijl je kozenband moet planten. Maar je plant iets anders. Wat het is, weten we zelf. Geliefden, leden van de revolutie. Ik ben begonnen om te zeggen, één ding is nodig tot ons heen, te verblijven in de Heer. Liefde, genade en vrede. Suriname vraagt daarna. Suriname vraagt daarna. En we smeken de Almachtige dat hij u en allen die zich verbonden voelen met Suriname, om dat werkelijk te zeggen, om een eeuwig verbond te sluiten, zoals het dagwoord dat zegt. Oekba fit nou schreef. Oekba fit nou schreef. Uloba kondre, if ulobing, don't try anu para moto. Sluit een eeuwig verbond met de Heer. Want if uloba kondre, daarmee besluit ik. Dan ga ik zover om te zeggen, if uloba kondre, laat dan moeder aarde werkelijk opmerken dat wij van Suriname zijn. En dat wij geen Surinamers zijn, maar anders denken. Gaat u slapen, dan zult u weten wat ik bedoel met anders denken. Nee. Uno mekis makon broeia unu in akondre. Want dat gebeurde. Uno mekis makon tja verwarring. Want if you lobby a kondre, if you na pafa kondre, dan roep ik ook de vader des lands op om anders te kijken en ook een eeuwig verbond te sluiten met God. Want als je dat niet hebt gesloten met hem, kan je het niet met de kinderen van het land sluiten. Geliefden, het gaat u goed. Ik heb u huiswerk gegeven.
Veel zal ik niet zeggen, maar genade en vrede. Neemt u deze dag naar de dag van morgen als een dag van bezinning. Om werkelijk te weten, Gado de, wie visimang. Heer, libite na dede, wie sa feti gisra? If na so go feti da no go. Wie sa feti gisra? Geliefden, het gaat u goed. Broeder, want velen zeggen revolutieleider. Leider van Nationale Democratische Partij, maar ik zeg, broeder Desi Delano Bouterse, het gaat u goed. En if u Jezus de nanga you, noti samankeer you. Halleluja. Amen. Dat waren krachtige woorden van broeder Swart. Nogmaals een applaus voor die broeder Swart. If Jesus dan wie, Jesus dan voorzitter, Jesus dan allemaal. En dan ook onder. Als nationalisten hebben we niets te vriezen. Nogmaals dank broeder Swart. Mag ik nu uw onverdeelde aandacht voor ambassadeur Henk Herrenberg. Want de eerste uur reformant die ook wat heeft om met u vanavond te delen. Ja, applaus hoort erbij. In de houding daar, yes. Oom Henk Herrenberg is er ook. Jongeren, zien jullie wat dat ding is? Ongeacht een leeftijd, een discipline, een kameraadschap. Wie zijn kan aan tiki, hij komt. Nogmaals een applaus. Jaar geleden, de Jordici, dat men rij in mijn Volkswagen naar een Driepting. Dat men rij plein, Vestorarica, men rij van Jasko Toso, want mijn Zapsopsa, Teuranetti, Boedum, Apici. Toen is de revolutie begonnen. En vanaf die dag, heb ik, thank to God, alles meegemaakt. En omdat hij me vier heeft tegengekomen, dat we merken ons aan op. Mensen schrijven over ons, maar wij schrijven niet over onszelf. Dus wat ik vanavond wil zeggen, aan de jongeren vooral, de studenten, maar ook aan de ouders, want dem tegen den boy naar hem ging. Ook op een scriptie. Omdat die mensen van de revolutie leven nog. Bouta de, Ned de, Abraham de, Amba de. Gaan jullie met die mensen praten om de waarheid over de revolutie op te schrijven. Want dadelijk Mino de Moro, dit zijn ook aan Kami Moro. Want we zijn er niet om eeuwig te blijven. We gaan allemaal een keer. En het is zonde dat we lang en dedegwe zijn ons schriftnet. Om Sheni Gesselgwe, Brumagwe, Manu Partijgwe, alles maar. Maar die jongeren moeten bij die mensen op bezoek gaan en gaan praten over wat ze hebben meegemaakt. Met Takuntani, Utegwambung Brasa, Warefo Brasa, en Wansanu Besigi, Arefo Ego Lae. Thank you. Dank u wel, Oom Henk Herrenberg, ambassadeur, eerste uur reformant. En heeft op zijn manier zijn bijdrage geleverd. Ook jouw Nakanu Eteman. Yes. Dit is kameraadschap. Oh.
Goed, oom Henk Doefenpissi, zijn er nog mensen hier links van mij die een boodschap hebben naar het publiek? Alright, prima. Goed, oom Henk had het over het feit dat omschrijven, mensen schrijven over ons. Als je Riffel toetst op Google, heb je meer negativiteit wat anderen schrijven. Ik denk dat we de boodschap van oom Henk ter hart moeten nemen. En vrije mensen noemen zichzelf en schrijven ook over zichzelf. Alright? In dat kader heb ik een brief van een revolutionair. Ik zal zijn naam niet noemen, maar voor Arki de Woordu, dat we begrijp kan de Soemaning. Ja. Zijn brief is bedoeld om, gelet op de situatie in het land, Lukofa Libide. Dat toch, hij is een power die de revolutionaire, die de jongen, die de oeruwen, en we hopen van een krachtig van beskopen. Het begint zo. Nooit en te nimmer zou het zo ver zijn gekomen, indien het gezond verstand had gedomineerd boven rancune, haat en arrogantie. Nooit en te nimmer zou het zo ver zijn gekomen, indien niet gekozen was voor een venijnige, criminele vorm van confrontatie door het kabinet Aaron en de SKM-leiding. Nooit en te nimmer zou het zo ver zijn gekomen indien gehoor was gegeven aan de talloze verzoeken om door middel van overleg tot een oplossing te komen van de ontstane problemen. Aldus een quote van de leider van de revolutie op 25 februari 1980. In gedachten gaan we terug naar de sfeer die in Suriname heerste na de overname in 1980. Meedoen, meedenken en meebeslissen was een van de vele leuzen. Suriname haalde opgelucht adem en de dag van vernieuwing en bevrijding was aangebroken. Onderweg, werkend en zoekend naar bevrijding en vernieuwing, hebben we vele fouten gemaakt. Maar ook zijn op dat moment goede fundamenten gelegd om een basis te vormen om verder op te bouwen. De ouderen kunnen het zich mogelijk nog herinneren. Maar voor de jongeren onder ons noem ik enkele van deze verworvenheden, zoals het staatsziekenfonds, staatsolie, de afschaffing van de handelingsonbekwaamheid van de vrouw, opzetten van meer dan 200 productiebedrijven, para-industries en nog veel meer. Deze bedrijven waren gebaseerd op grondstoffen die wij hier hadden en dus productie van zaken die wij hier konden maken. Helaas, ja helaas, hebben wij Surinamers onder verschillende regeringen veel zelf weer kapot gemaakt. Weet en besef, revolutionaire, dat wij aan zelfreflectie moeten doen en moeten durven zelfcorrectie te plegen. Een goed bestuur corrigeert zichzelf, communiceert open en eerlijk en geeft hoge voorrang aan de belangen van de partij in de oppositie en de belangen van ons land. Nooit en te nimmer zouden wij in deze situatie terecht zijn gekomen indien deze zittende regering zich had gehouden aan de vele beloften gedaan in de verkiezingsperiode die geleid hebben tot verkiezingswinst voor de zittende constellatie. Gevoelens van angst, van vrees en represaille dreigen ons volk, jong en oud, te verlammen.
Ik roep de regering op om lessen te leren uit ons verleden. En te beseffen en in te zien dat lang niet de weg van wet en recht alleen de oplossingen zijn om te geraken uit de hedendaagse problemen waarin ons geliefd land Suriname nu is beland. Ik roep de progressieve en nationalisten, ouderen en jongeren die de partij door de vele misleidingen hebben verlaten op om terug te komen naar huis. Ik vraag u om in te zien dat we midden in een strijd zitten van decolonisatie versus recolonisatie. Vooral nu Suriname door de olie- en gasfondsen in de belangstelling staat van het kapitaal. Weet en besef dat we terug moeten naar de tijd van zij aan zij, schouder aan schouder. Naar de tijd van Sranan Sawini. Naar de tijd van geloof in eigen kunnen. Naar de tijd van Tide, Tamara, Westrigo Morofara. Naar de tijd van voor dit land heb ik gekozen. Maak een applaus voor de schrijver van deze mooie brief. Mag ik nu de leider van de revolutie vragen om het fakkel aan te steken? En ik vraag ook om assistentie dat naast het fakkel aansteken ook de eerste krans wordt gelegd. Yes, a fire in this bucket. With it a fire? With it a fire? With it a fire? Strain of a strain! Strain of a strain! En mijn voorzitter, de leider moet vragen om de eerste kraan te leggen. Mag ik namens de groep van 16 uitnodigen de heer Hato Prajitno en de heer Ernst Geffery aan te sluiten om namens de groep van 16 ook een krans te leggen? Wat is nou, dames? Meneer. Kunt u weer. Dames en heren, de leden van de revolutie plaatsneemt, vragen wij de heren Hardo Pradipno en de heren Geffery om aan te sluiten. Mag ik vragen om gereed te staan? Yes. Wat een dag, wat een dag. Mag ik namens alle gevallenen uitnodigen de heer Van de Vijver en de heer De Mees. De heer Van de Vijver en de heer Van de Mees namens alle gevallenen ook een krans zullen leggen. Daar komen ze. De heer De Mees en de heer Van de Vijver. Namens alle gevallenen. Mag ik mogen zo'n applaus? Mag ik namens het hoofdbestuur van de NDP? Mag ik namens het hoofdbestuur van de NDP naar voren roepen mevrouw Simons en de heer Adem? Ja, en de heer Michael Adem.
namens het hoofdbestuur van de Nationale Democratische Partij. 1, 2, 3, klaar. Dank u wel, vertegenwoordiger van de Vallen. Mag ik uitnodigen namens de vrouw, mevrouw D. Cyrus en mevrouw Saro. Yes. Dank u wel, mevrouw Simons en meneer Adil. Mevrouw Saro en mevrouw Cyrus. Namens de vrouw. Ja, onvergeten de applaus, onvergeten de applaus. En als ze komen, weer een applaus. Ja, toch? Met elkaar. Ja, dat ook. Maar ik ga vast uitnodigen namens de fractie in de DNA, mevrouw Ansadi en de heer Sam. Ja, mensen, daar komen ze. Uit de aan. Yes, en Stefan Sam. Dank u wel, vertegenwoordiging van de vrouwen. Ja, terwijl de DNA-fractie bezig is een krans te leggen, vraag ik namens de jongeren om naar voren te komen. Mevrouw Afonsoa en mevrouw Topare. Ja. Ja, daar komt de DNA-fractie. Kunnen we applaus zetten? Meneer Sang en mevrouw Ansadi. Zo, mevrouw Bopal en Silvana moeten gereed staan. Alright, alsjeblieft. Ja, en zij doen het namens de jongeren. We merken veel vrouwenenergie, hè? Ja, moet kunnen. Woman power. Yes. Ja, maar het moet kunnen. Gebalanceerd. Ja, toch? Goed. Dames en heren. Na de jongeren wil ik dan aan het publiek. Als ik aan het broertje. Ja, denk aan mijn vijand. Heeft u na de jongeren de ruimte om ook uw bloemetje te leggen. Abu, we wachten netjes tot ze terug zijn. Er is een tafel rechts van mij. En je koeien, je potie, je tikkie broemtje, je legging. Ja toch? Yes, van die nou wordt niemand arm. Je nou kan haar broemtje, je vindt wel. Dat was zo'n lobby toch? Ja. Dankjewel voor die vereniging van de jongeren, mevrouw Afonsoa. En mevrouw Bopal. Zo, met het publiek uitnodigen om ook een bloemetje te leggen. Ik nodig nogmaals het publiek uit om een bloemetje te leggen. In haar broontje komt u lekker rechts van mij hier aan de rechterhand. Is er een tafel? Ja, u kunt hier lopen en dan gaat u een bloemetje leggen. Ja? Mooi zo, mooi zo. Yes. Niet alleen, ik ben blij. Gelukkig. Alright. Alles moet goed gaan in Suriname. Ik heb het monument aan, hè. Precies. Ik ga lopen naar 5. Gewoon lopen, goed.
mensen die daar uitnodigen. Ja, toch dat we willen tonen wat de broodje Jari is. Niet alleen met bloemen, maar ook visueel naar Aïe. Alles aan de man, Deja. En die is aan de naam, die is nou echt origineel. Ja. Ik hou van mijn Suriname. Ik ben getogen Surinamer. So,
dames en heren. Momenti d'oro. Momenti d'oro. Mag ik? Ja, laten we even wachten. Dat was aan de eenmaal. De leider van de revolutie is Felix Boudel. Dus ieder moet de ruimte krijgen. Hoe ging een lobby? Hoe ging Awaran? Ja. Goed, dames en heren. Mag ik de vraag om op te staan? Momenti d'oro! Momenti d'oro! Momenti d'oro! Momenti d'oro! Bij de 24e herdenking van de dag van bevrijding en vernieuwing mag ik uitnodigen de leider van de revolutie, de voorzitter van de NDP, de man die ons heeft geleerd geen klagers te zijn, maar denkers, geen slachtoffers, maar helden. Strijd op Oosterij! Strijd op Oosterij! Strijd op Oosterij! Dames en heren, ik presenteer u Desiree Delano Boutersa! U kunt plaats nemen. En ieder en voornamelijk de gasten die gezorgd hebben voor dit gebeuren, dit traditioneel gebeuren. Want het is natuurlijk inmiddels meer dan een gewoonte geworden dat wij op 24 of 25 hier zijn om de dag van de revolutie te herdenken. Een speciaal woord van dank aan een ieder, maar een heel, heel, heel speciaal woord van dank aan de geestelijke leider die ons eraan herinnerd heeft dat er uiteindelijk maar één is die beslist. Ik zei het al, het is een gebruik, het is zelfs een traditie geworden. Revolutie is een momentopname. Dat proces voltrekt zich daarna. Het is een momentopname welke met enorme uitbarstingen teweeg kan gaan. Maar dan begint het werk pas. En daarom ben ik bijzonder blij om de ouderen onder ons weer hier te zien. Isafas en Sweetie, de Mitanga Dusi Baka, of aan Ramon, of aan of aan haar Bane, of naar haar oom Jeff. Ja, je schrikt hoe de tijd zou vliegen, want ondertussen zijn sommige al 80. Maar het is part of the job. Toen wij in 1980 ons genoodzaakt voelde, is dat niet gewoon een opwelling geweest. Het komt doordat de samenleving
constant ageerde tegen oppressie, tegen politieke, sociale en economische mistoestanden. Het is ons nooit de bedoeling geweest om middels dat proces aan de macht te komen. Over scripties gesproken, laas hielp meneer Granus me en vaak helpt dokter Hazard me, waar ik korte inleiding hou en zij in de diepte gaan. En we nemen uw boodschap om Harry ter harte. Want u kunt zich niet voorstellen dat drie jonge dames bij mij op kantoor komen en eigenlijk aangeven hoe lang ik al president ben. Vanaf 80 begonnen ze te tellen. Ik zeg 80, meisje. Hebben we de zaak overgenomen. Er is een formateur geweest, meneer Bruma. Die heeft een PM gekozen. Ramdat Missier was toen president, zei het ceremonieel. Ik zeg, daarna hebben we meneer... Wie? Kraag. Daarna hebben we meneer Ramse Wak. Daarna hebben we... Oh ja, China Sen. Dat kind stond met zulke ogen. Ik moet wel zeggen, haar leerkracht was zo lief om te zeggen. Laat me eerlijk zeggen, ook deze dingen wist ik niet. En dan schrik je ervan. Dus oom Harry, we nemen uw boodschap ter harte en wij gaan ervoor zorgen. Overigens, de afspraken zijn diverse malen gemaakt. Ik zal verder niet in detail treden. Ons proces is toen zeer verwelkomd door het Surinaams volk, omdat het doel was culturele, economische, sociaal en politieke gelijkwaardigheid gezamenlijk te creëren. Wanneer staten over overweldigende autocratie aan dag leggen, komt het volk in opstand. Dat is een feit. Als de autocratie te gortig wordt, dan komen de mensen in opstand. En of het nu in Amerika is, of het is de Franse revolutie, of het is Albanië, of het is China, of het is Rusland, of het is Cuba, geloofde mij, dit leidt altijd tot een proces van revolutie. Ook onze eigen revolutie werd gestart om het volk een beter bestaan te geven. En te helpen vormen aan de eenheid van dit volk. En wij willen van hieruit
al diegenen die ver voor 1980 hiernaar gestreefd hebben, willen wij bedanken dat wij hard op weg waren tot ongeveer 3 jaar geleden. Maar het is een andere zaak. Er zijn partijen, organisaties, individuen geweest die hun ideeën met betrekking tot veranderingen wilden doorvoeren. Alleen op basis van die enorme druk welke vanuit de regering komt. Laten we er dit van zeggen. Het is geen eenvoudige taak. En in zo'n proces, dan wil het wel eens voorkomen dat er slachtoffers vallen aan beide kanten. En wij willen van de gelegenheid gebruik maken om zij die het leven gelaten hebben, of ze nu aan de linker dan wel aan de rechterkant stonden, we nemen ze mee omdat het een deel van het proces is waaronder het land getormd gaat. We herdenken op deze dag alle slachtoffers, ongeacht waar zij ook stonden. Eén ding is zeker, we hebben de doelen nog lang niet bereikt. Wanneer we in 2020 in onze ideologische strijd nog meer dan voorheen merken het, zaken van toen, zaken waarvan wij reeds een deel hadden overwonnen, heden weer actueel zijn, dan kunt u zich voorstellen dat wij ons doel nog lang niet bereikt hebben. Het volk was gebukt onder pressie. En we kunnen snel op sociaal gebied enkele voorbeelden geven, onder andere onttrekken van duizenden Baso-karten, waardoor velen een behoorlijke volksgezondheid missen. Als we kijken op politiek gebied, het aan de lopende band opsluiten en muilkorven van burgers die doodgewoon gebruik maken van hun recht op de vrijheid van de meningsuiting. Wanneer men kritiek heeft, wat men zonder vorm van proces de bak in gegooid. Kort over de economie. Alle basisbehoeften zijn zo zoetjes aan, bijna buiten bereik van het normale volk. En dat, wat dat betreft, mijn aftijgen voor u, waarom ik al winkrie. Ik snap me lukken in beelden verleden, de 17e, bij
de gewapende macht ik napo, zodat hij naar Skoto, naar trouwen zij kan terug. Maar ben je zeker dat hij tegen een vrouw van Skoto, of de vrouw van soldaat, of de vrouw van man zij rijdt terug, kunnen om ons niet zien na schriftprijs de pij. Na schriftprijs de pij. Het is ondraaglijk geworden. Mensen, tot slot. Wansan, ik kan geen man niet meer. Natuurlijk hebben wij fouten gemaakt tijdens onze periode. Eén ding moet je ze meegeven. Maar normaal gesproken zou ik zeggen, vanuit deze plaats, trek uw woorden terug. Maar ik vind dat je het te zacht hebt uitgedrukt. Allah tuelli. En op zin, na strilli. Oh, look at that price to move, Winnie. Why is that me set up our spam? En ze blijven met de regelmaat van de klok die mij leggen naar vorige regering. Ben je even een lukboe naar vorige regering, zullen we het pakken toch? Alles de mannen van de vorige regering. Die mannen liggen zo kwaadaardig, zo verschrikkelijk. Maar ze hebben woord toe te vinden voor. Maar. Adorifo. Varekara ak falekor baga. Ak kas reserve. Isab om een lazy. Masra ad-din golleg uit. Isab om een lazy. Centrale bank. Zorg de briefie. Natuurlijk de briefie. Want na tata is er een show. Maar ook tata is in forensisch onderzoek kom. Maar moment zijn er fassie. Zeker maar uit Saramaka. Vorige regering. Minister Tak, uchari berkogel, maxi furu, ataran tak unano aru berkogel. Ma saib san na kunder dis. Saib san na kunder dis. VP, Pante Jenny, hoogwaardigheidsbekleders. Wanneer wij in het buitenland, wanneer wij naar het buitenland gingen, en natuurlijk allemaal die dat buitenland,
Je wang, John Chitori, die kon er ook toe. Want die andere man exporteert uranium, die andere plutonium, die andere goud, die andere gas. Wanneer Suriname aan de beurt kwam, is er namelijk aan de beurt, dat betekent Usabi als samenstelling van de Suriname bevolking. Isab om een bevolkingsgroep Elipja. Nanga de Seitak. Isab om een religieuze groep. De man dat ma aan het dag met acties aan, ja, we go to Oli. We hebben vrede. Wij exporteren vrede, want de wereld heeft vrede nodig. En wij als klein land, wij exporteren de vrede. Vandaag en de dag exporteren we leugens. En vrachtwagens. Mensen, met dat ik bamba tapu. Maar meneer, hoe den wangedenkwaardig moong. Idee of in een moedisi, milasa datum, maar abaisa, de soet abaisa chiri, na 50 jaar geleden. En met dat derif abaisa, no defo niemand al. Ik heb nog één ding dat omloopbong in een conditie. Zijn de zeer gevaarlijk. Dat na Wampisani Epsana conditie, waarbij we, en zo even sprak ik over vrede, waarbij we bezig zijn of waar men bezig is om te pushen dat hun distans. Creoos denk, of leg voor elkaar in straat, kulibla kamansani. Laten we ervoor zorgen met z'n allen. Laten we als onze taak op ons nemen, dat wij hier met alles ons ten deze staande middelen ertegen zullen vechten. Want als het gebeurd is, zoals ik dacht in de 60er jaren, met onze buren, dan zijn we nog een hele tijd bezig. Brasa. Het is ons allen plicht om te blijven strijden voor eenheid, te blijven strijden voor natievorming. En die zie je kan bereiken via lobby. Via de liefde. En laat me nog één. Permitteer me dat ik het was niet. Het gaat, natuurlijk weten we dat we bezig zijn in de partij te verjongen. Maar het gaat niet alleen maar om het jong zijn. Het gaat om jouw maatschappijvisie. Het gaat er verder om als je weet wat er in de wereld gebeurt. Niet omdat je 31 of 28 bent. Ja, we willen jongeren. Maar Matahir was 92 toen hij gekozen werd. Dat wil zeggen dat de jongeren in samenwerking en in samenspraak moeten kijken naar deze wereld waarin we nu zitten. Deze wereld op weg naar de nieuwe wereldorde. Is dat wat de nieuwe wereldorde toerangen?
Dus wij jongeren, verdiep ons, laten we ons verdiepen en niet naar de, alleen slechts naar de westerse media. Maar laten we kijken naar andere media, welke de waarheid benadert. Ik ga u zeggen, wij staan op een kruispunt. De hele wereld staat op een kruispunt. Ik vind het jammer, een soort moe oudenono. Al lang is het jongen. Lieve mensen, natuurlijk maken we hier en daar wat. We chillen eigenlijk. Is Maknak hier? Dat is Rodem Baka. Maar toepas draait de soort maken. Neem maar lieve mensen. Ik wil jullie allemaal bedanken. En ik wil bedanken zij die vertrouwen hebben, ook in de meest moeilijke tijden. Er is geen tijd nu om met elkaar. Je kunt ideeën botsingen hebben, je kunt hart tot hart tegen elkaar gaan. Maar hoe taki, na een lobby we taki. En wie af one piece verantwoorden op tapo. En dat stukje verantwoordelijkheid kan ik me nog herinneren van onze vrienden van de Palo. Wat wij zullen zijn, is wat wij zelf van onszelf zullen hebben gemaakt. Laten we dat vasthouden. Met Tadjo Grantan hier, hele fijne avond. Big up president. Big up president, papa. Et kom back up. Wat heb je nou? Ja. Mag ik ieder vragen om op een plek te blijven? Yes. Ja. Ja, man. We gaan nu binnen de ruimte met dat ons doen. We gaan lopen leiden aan ruimte vast. Toen even. Anno kwee eten we gaan ruimte even. Ja, we brengen die schen. Ja, we moeten ons lobbywaan. Lobbywaan komt bij u voor die lobby leiden aan ruimte. Anno kwee eten, dus ik kan vinden ook als je eten. Zeker wat aan u. De mensen voor je. We kunnen straks dan de felicitaties doen toch. Mensen, kunnen jullie alsjeblieft. Alleen de ruimte geven. Mogen even stilte. Even stilte, familie. Even stilte. Hier rechts van mij, alsjeblieft stilte. Goed. Mag ik iedereen vragen om op te staan, zodat we plechtig ons gereed maken voor de lespost. Iedereen, kun je staan alsjeblieft.
Dank u wel, dank u wel. Kunnen we het afsluiten met applaus? Goed, familie, dat was dit mooi en plechtig moment van de 43e herdenking van de Dag der Bevrijding en Vernieuwing, de Kosa Berifo. We gaan nu over tot het informeel gedeelte boeken. Don't you want to rilafu, babbel, ja, minu sabi. We gaan ons van lobby, want to rilafu. En dan mogen we lekker socializen. Mag ik de DJ vragen om het over te nemen? Met wat sfeermuziek, dan waren we voor Tori Egi. We danken aan ieder, het protocolteam, de mensen die hier hebben opgebouwd, de mensen die straks zullen opruimen en afbouwen, al de zichtbare en onzichtbare werkers, de revolutionaire, de nationalisten, de NDP'ers, de sympathisanten, aan elk die op zijn wijze een bijdrage heeft geleverd. We danken u grand aan. Ook de pers, ook u die thuis. Ook u die thuis een bijdrage heeft geleverd. Je potwaan like, je potwaan hartje. Je gelooft in de revolutie, je gelooft in je land. Yes, thank you en Soso Lobby. We danken ook Glenn Des en Gino Hart voor hun bijdrage. Everyone, de man van Ghetto, de man van Alas Malika, van Lobby. Ja, Jera Koesbihar ook voor de techniek. Yes, everyone. DJ, take it over. Nou, we mogen tevreden zijn hoor. Jan, klachten met al wij hoor. Ja, dank u wel. Wij zijn van de Ja, Jera. Dank u. Wacht nou. Dag lady, krachten wij zijn. Zonder dat we nog door. Lobby. Dat is zo'n lobbypartij met Yes, I am. Zo, er is net een mededeling. Er is een auto-sleutel gevonden. Ja mensen, even, wat is Rotafeli? Of van Brams Rotafeli? Als jij merkt, ga je niet zeggen even, als je 4-4-takje Brams Rotafeli als Denja, kom het halen. Ja? Er is een bromfietssleutel gevonden en 4-4 in Isaka. 4-4 in Isaka. If you see that you throw it on the drop, kom het halen. Ja? You know, Marie, you brom gonna also. En ja, wie verklaar, man, you say niet waarom je laat bent gekomen. Ja, Thank you.
verenigen. Ik ga je opnieuw. Als je het nog een keer doet, eet ik je. Doe het nog een keer. Doe het nog een keer. Doe het nog een keer. Doe het. Doe het. Ik kom zo. Doe het. Doe het. Doe het. Doe het. Meneer Glenn, hij gaat toch bij de open.